Bezuinigen oké, maar zo snel en zoveel nee. Zaterdag was de landelijke actiedag Schreeuw om Cultuur. In Deventer hadden mensen zich bij de Waag verzameld om flink lawaai te maken. Niet alleen door te schreeuwen, maar met gebruik van wat minder muzikale producten. Om te laten horen dat een stad zonder cultuur een dode stad is, waar slechts ketelmuziek zou klinken. Cultuur vinden wij in Deventer heel, heel belangrijk, maar wel op een efficiënte en zinnige manier die een bijdrage levert naar de maatschappij, een bijdrage levert naar de economie en een meerwaarde heeft voor de stad in zoverre het nu al meerwaarde heeft. Cultuur is belangrijk. Zorg ervoor dat je niet buitenproportioneel snijdt in cultuur. Zorg ervoor dat Nederland een levend land blijft. Wij hebben altijd gezegd, bij bezuinigen moet je cultuur niet treffen. En zeker niet zodanig treffen dat het eigenlijk voor jaren uitgeschakeld is. Cultuur geeft smaak aan de stad. En het is kwetsbaar. Wat kwetsbaar is, moet je willen beschermen, denk ik. De actie Schreeuw om Cultuur is opgezet omdat de regering van plan is hard te bezuinigen op cultuur. Daarnaast is de Tweede Kamer al akkoord gegaan met een btw-verhoging van 13% op bepaalde cultuurproducten, zoals entreekaartjes. Wat heel duidelijk moet zijn is dat we alle bewoners, alle hele bevolking duidelijk maken wat het betekent. Het is niet alleen dat operakaartje wat duurder wordt, maar het zijn al die kinderen die naar de muziekschool gaan, het zijn al die mensen die naar de bibliotheek gaan, het zijn al die amateurkunstverenigingen. Het is innovatie waar uiteindelijk creativiteit een belangrijke rol in speelt, daar gaat het om. Ja, het is een landelijke actie, maar lokaal wordt er ook gesneden en ik schat zo in dat cultuur daar niet gaat aan ontkomen. Nou ja, als je de opkomst van vandaag ziet, zie je in ieder geval dat er een breed draagvlak is voor als je bezuinigt om dat verantwoord te doen. Of de actie geholpen heeft, is afwachten. De kans is groot dat er nog meer acties zullen volgen. Tonkerscore uit Terpen zong afgelopen zondag het Messa da Requiem van Verdi in een volle Lebuinuskerk. Het koor werd begeleid door het Orkest van het Oosten. Het Requiem gaat over de dag des oordeels en de smeekbeden om gered te worden van het oordeel. Hierdoor is de muziek afwisselend ingetogen en explosief en daarmee een grote uitdaging voor het koor. Maar die uitdaging komt Tonkerscore uit Terpen goed aan, zo werd afgelopen zondag bewezen. Ik vond het goed. Ik vind het prima gegaan. De a cappella stukken spatzuiver gezongen. Heel goed. Compliment aan het koor. Heel goed naar de dirigent opgelet. Want dat was bij dit stuk en in deze kerk de essentie van een goede uitvoering. Van ga bij de dirigent op de dirigeerstok zitten. Want de afstand tussen dirigent en het koor is erg groot. Om dan de dynamiek en tempi. En hij wisselt nog wel eens. Hij moet zich aan het kwartet solisten aanpassen, hij moet zich aan het orkest aanpassen, dus er wordt nog wel eens wat spanning op de rails gezet, maar het liep als een trein. Ja, ging hartstikke goed. Ja, het was een hele mooie, sfeervolle uitvoering, met dynamisch ook heel zacht, heel hard en heel zacht, het zat er allemaal in. Verdi, dat is het is wel een mis, een requiem, maar tegelijkertijd is het ook wel een opera. Dus die grote emoties die Verdi erin heeft gestopt, hebben we zo goed als we konden naar boven gebracht. Eind december zendt DRTV een uitgebreide reportage uit over de uitvoering van Tonkerscore uit Terpen in de Lebuinuskerk. Het winkelcentrum Keizerslanden wordt uitgebreid. Na ruim 5 jaar overleg zijn betrokken partijen nu tot een principeakkoord gekomen. De uitbreiding van het winkelcentrum levert een hoger voorzieningenniveau voor de wijk op en nieuwe werkgelegenheid.
Ook worden er nieuwe huur- en koopwoningen bijgebouwd. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt. Zoals het nu lijkt wordt in 2012 begonnen met de fysieke werkzaamheden en moet het project in de zomer van 2014 klaar zijn. Morgen meer over het winkelcentrum Keizerslanden in het programma Keizerslanden Vernieuwd. Bewoners konden afgelopen zaterdag meepraten over hoe het Keizerspark eruit moet komen te zien. Het Keizerspark gaat lopen vanaf het Marienburgplein tot aan het winkelcentrum. De ruimte hiervoor ontstaat door de Karel de Grote Laan opnieuw in te delen. Er zijn zo'n 80 omwonenden geweest, waarvan een aantal ook heeft aangegeven bij de vervolgstappen, zoals materiaalkeuze, betrokken te willen worden. De inbreng van de bezoekers wordt nu verwerkt door een extern bureau. Op 9 december wordt het eerste ontwerp van het Keizerspark gepresenteerd. Ik vraag jullie om deze geul uit te zetten. Dus jullie krijgen een kaart mee, een tekening en een piketpaaltje. Jullie hebben 20, nou, laten we zeggen een kwartier de tijd om die paaltjes zo ver mogelijk neer te zetten. Om daar een lint tussen te spannen. En dan ook nog weer op te ruimen, zodat de volgende groep daarmee aan de slag kan. Piketpaaltjes slaan in de uiterwaarden bij Deventer om het traject van een nevengeul aan te geven die volgend jaar langs de IJssel zal worden aangelegd. Het maakte vorige week deel uit van het project Deventer en Water van Atheneum 1 leerlingen van het Stormink. Is dat moeilijk? Ja, want we weten namelijk niet waar. Lastig inderdaad, want het vergt wel een heel goede plattegrond. Hier bijvoorbeeld is goed te zien waar de nevengeulen echt worden gegraven. Het zal ongetwijfeld ter sprake zijn gekomen tijdens de theorie van de Deventer- en Waterpraktijkdagen van de Atheneumleerlingen van het Stormink. In 3 praktijkdagen leren de leerlingen hoe het waterbeheer rond Deventer geregeld is. Het project was georganiseerd in samenwerking met Waterschap Groot-Salland, dat hiermee alvast een begin maakte met de publieksvoorlichting van het totale nevengeulenproject, bedoeld om de watertoevloed in de IJssel in tijden van hoogwater beter beheersbaar te maken. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten via redactie@deventertelevisie.nl.